Hallo, kennen jullie me nog? Ik ben John van Loenhout. Heb gespeeld bij RBC Roosendaal, RKC Waalwijk. Dit beeld klopt niet helemaal. Want je kan alles van John van Loenhout zeggen, maar een rauwe bouwvakker was het niet. Als 19-jarig ventje kwam Johnny, zoals je hem beter kan noemen, het veld oplopen van de Oude Luiten. 145 wedstrijden, 40 goals en 2 promoties naar de Eredivisie. Vooral John van Loenhout ontpopte zich tot een van de belangrijkste. Wie kan zoiets zeggen over zijn tijd bij RBC? Een club waarvan niemand buiten Roosendaal wist dat het betaald werd om te voetballen. Hij kon schieten. En snoekduiken. En hield, ondanks dat hij uit Bergen op Zoom kwam, ontiegelijk veel van Roosendaal. Kijk, die mensen, dat is gewoon fantastisch. En die mensen die thuis zitten, gewoon fantastisch. En Roosendaal hield van hem. En wat was het? Fantastisch. Na de promotie veranderde er een letter en ging hij in Waalwijk spelen. Na een jaar was hij weer terug, want wonderen bestaan. En nergens was het zo als in Roosendaal. Hij had er zelf bijna geen woorden voor. Je hebt er bijna geen woorden voor? Nee, bijna echt. Het is gewoon ongelooflijk, maar het is fantastisch. Hij ging nog naar de Graafschap om in het Oranje te spelen. Maar ook daar ging het niet. Fantastisch. Want zoals dat gaat met een local hero, die kan maar op één plek geadoreerd worden. Ik ben heel blij voor RBC en voor die jongens dat we gepromoveerd zijn. Dat is gewoon fantastisch.